is aan, dat is leuk. Maar je krijgt altijd zoveel rommel die je niet nodig hebt. We gaan er allemaal aan! Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Het is een horrorachtige thriller, zou ik hem willen noemen. En die gaat over een bisschop die in de... Een ontaarde bisschop heet dat dan, iemand die eruit is geschopt. Die in de middeleeuwen met een piratenbende, een roversbende, door het land trok en over zee trok. En die dan op een gegeven moment door dorpelingen wordt vermoord. En dan zweert, wraak zweert en hij komt terug elke keer als het volle maan is op 5 december. En de film gaat dus over die ene 5 december in deze tijd. Hè, want het is volle maan op 5 december, eens in de, ongeveer gemiddeld eens in de 32 jaar. En dat is dus nu weer aan de hand. Dus dit jaar komt hij weer op 5 december en neemt wraak op alle, ja, zoveel mogelijk inwoners. Mensen, kinderen. Hij is niet kieskeurig wat dat betreft. Wat bedoelt ze met als jullie er dan nog zijn? Dan heb je dat verhaal van Laura niet gehoord. Wat, van Frank in de fietsenstalling? Nee, van Sinterklaas. Nee, wat dan? Het is vanavond volle maan. Het komt maar eens in de 32 jaar voor dat volle maan op 5 december valt. Ja, nou, leuk toch? Volgens de legende komt Sinterklaas je halen als het volle maan is op 5 december. Ja, alleen de stoute kindjes, toch? Nee, hij schijnt dan niet meer zo heel kieskeurig te zijn. Kinderen, volwassenen. Volgens Laura snijdt hij eerst je keel door en rukt hij daarna met zijn blote handen je hart uit je lijf. Ja, of je ogen, maar dat weet ik niet meer. Gat, hoe komt ze aan zo'n verhaal? Weet ik veel, van een of andere collega van de vader die bij de politie werkt of zoiets. Lekkere fantasie heeft hij. Het gaat niet over Sinterklaas, maar over Sint-Niklaas. Die afvallige bisschop die wraak neemt omdat hij eigenlijk in brand is gestoken. En ja, de vanuit wraak gebeuren nare dingen. Hij heeft veel haat in zich en hakt koppen af. Dit is wel een Sinterklaas met een hele gevoelige kant. Alleen die komt in deze film niet zo heel erg naar voren. Maar het is, ja, om nou meteen goed heiligman te noemen, gaat wat ver. Maar hij doet wel goed, maar vooral voor zichzelf en voor zijn vazallen. Op een gegeven moment gebeuren er hele nare dingen en dan verandert dan uiterlijk ook iets. Ja, dan verbrandt hij een beetje derde plaats, vrees ik. En dan heeft Rob van Rob's Propshop waanzinnig... Ja, dat was wel een enge ervaring. Van mijn hoofd is dus een afgietsel gemaakt. En daar weer ja, heeft hij via allerlei hele ingenieuze technieken, special effects, make-up, heeft hij nogal een curieus gezicht gemaakt. Wat behoorlijk angstaanjagend is. Nou ja, dat idee, ja, dat weet ik niet precies. Het is al dat ik er 1 jaar of 10 geleden mee begonnen ben. Dat ik een soort horrorfilmachtige film over Sinterklaas wilde maken. Omdat het zo'n icoon van goedheid is en... Het is natuurlijk waanzinnig bekend in Nederland. En het is een van de bekendste cultuurobjecten. Wat geloof ik nog het hoogst in aanzien is bij het Nederlandse publiek. Je mag ook niet aan Sint komen, dat is verboden. Dus het leek me juist leuk om zo'n icoon te gebruiken in een horrorfilm. Ik bedoel, het is altijd leuk om met bekende dingen te spelen. Ik bedoel, zoals met de lift speel ik met het ding wat iedereen kent, de lift. En in dit geval. Het symbool van goedheid wordt vertaald naar een moordende Sint. Een Sint die helemaal, ja, eigenlijk heel slecht is. Ja, het wordt zeker bloederig. Ja. Hij is uit op zoveel mogelijk bloed. Ja. Ik speel Frank. Frank is eigenlijk een scholier die op school zit.
En wat de grap is, Frank die huurt zich, of verhuurt zich als hulpsint. Dat wil zeggen, dan gaat hij naar studentenfeesten en dan doet hij een baard aan. En gaat hij met twee van zijn beste vrienden Sinterklaas vieren. Eigenlijk komt hij op weg naar zo'n gig in aanraking met eigenlijk de bende Pieten. En later ook met Sint. U bevindt zich op een niet gedigitaliseerde weg. Volg de pijlen. Heb je dat adres wel goed ingevoerd? Natuurlijk. Nou, lijkt me niet echt een plek voor een studentenhuis. Indien mogelijk, keer om alstublieft. Hoe komen jullie eigenlijk aan het ding gekregen bij een Happy Meal? Ik ga pissen. Is goed. Oh, neem je routeplanner mee, dan verdwaal je niet. Komen we godverdomme nog te laat ook. Zie je iets aan het fikken of zo? Hm? Het zal mijn humeur wel wezen. Collega! Zo'n baard is natuurlijk wel een unique selling point, hè? Ik probeer altijd niet de meest voor de hand liggende keuzes te maken. Van dan zie je weer, oh, dat is dat bekende blik acteurs wat weer opengetrokken wordt. En meestal zijn dat hele goede acteurs, maar vind ik ze niet geschikt voor de personages in de film. Bijvoorbeeld zo'n Esha Tanihatu, die een van de hoofdrollen in de film speelt. Die wordt een van de eerste die gruwelijk vermoord wordt. En die een van die vriendinnen speelt. Dat is gewoon een nieuw gezicht. En dat duurde een hele tijd voordat hij eens op een casting kwam. Maar goed, dat is wel dan iemand die volgens mij wel iets neerzet. Waarvan je denkt ook van waarom hebben we die niet eerder gezien. Dat is gewoon een heel, heel goede actrice bleek dat te zijn. Ik speel Sophie, is een meisje van 17. Dat is op zich al heel leuk omdat ik 26 ben. Dus daar was ik al heel trots op dat ik een meisje van 17 mocht spelen. En ik speel een vriendinnetje van de hoofdrolspeelster, Caro. En ik ben op 5 december alleen thuis. Alles. Ik wil verwondingen, ik wil mijn keel doorgesneden, ik wil sneeën, schaafwonden en dat mocht gelukkig ook. En, als je dan doodgaat moet het ook wel heel, heel, heel goed zijn, ja. Het gaat over een over scholieren uit de laatste klas van de middelbare school, daar gaat het eigenlijk om. En dan ben je toch een jaar of 18 moet je dan. Niet alle acteurs van 25, 26 die kunnen dat, maar Egbert-Jan hebben gecast en Caro. En ja, die waren voor mij prima geloofwaardig als scholieren. Sorry. Ik hou altijd van spannende films waar ook om gelachen kan worden. Je moet niet alles te serieus nemen. En ik denk dat die dingen dus die ook in de lift zaten of die in Amsterdam zaten, dat die eigenlijk weer in deze film een beetje terugkomen. En natuurlijk ook omdat het speelt, net als Amsterdam speelt het ook weer in Amsterdam. Bij Amsterdam zat ik in de grachten en nu zit ik op de daken. En dit facet van de stad had ik nog niet gezien. Dat is het facet dat je, nou ja, zoals nu zit je boven de huizen en dat is een heel andere wereld. Nou, ik denk ook dat Dick Amsterdam veel in zijn films heeft. Omdat eigenlijk, als je de binnenstad van Amsterdam ziet, het is zo'n fotogenieke stad. Het is eigenlijk zo mooi, ja, met die grachtjes en die kanaaltjes. En ik denk dat het internationaal ook heel goed werkt. Want ja, ik denk dat mensen in Amerika of in het buitenland die aan Holland denken, Amsterdam gewoon ook mooi vinden. Gewoon een mooie stad, een gekke plek als decor voor een film, ja.
dan heb je eigenlijk al een deel van de film. En in combinatie met daken en sneeuw en Sinterklaas is natuurlijk helemaal filmgeniek. So the Saint Nicholas, he's like our Santa Claus, yeah? Yeah, you can say that. It's in the black guy. They're his helpers. They throw the presents into the chimney. But when children are naughty, they put them in a bag and take them to Spain. What do they do with them then? You don't want to know. It sounds like a bunch of bloody pedophiles to me. Yeah, they should be arrested. Follow me. We're going to see Amsterdam's most famous nightclub now, the Banana Bar. Het is een sterfdag vandaag. Voor wie? Sinterklaas. Iedereen denkt dat hij jarig is, maar hij is gestorven op 5 december. Dat is toch mooi? Ja. Heb je verraadig te sterven? Hij is vermoord. Gruwelijk vermoord. En nu komt hij terug om wraak te nemen. Kom, goed. Niet zo somber, hè? Het is een kindervriend. Komt elk jaar uit Spanje met een boot vol met cadeautjes. Moet dat nou dat ding? De hele avond aan. Niet echt gezellig, hè? Ik moet bereikbaar blijven. Sinds wanneer drink je als je moet werken? Weet jij waarom het eigenlijk pakjesavond heet vanavond? Nou, dat lijkt me duidelijk, toch? Het is eigenlijk pakavond. Hij pakt de kinderen. En niet alleen de kinderen. Nou goed, ik zou zeggen, dan pak jij hem toch op? Een gast met een witte baard en een rode mijter. Moet er niet zo moeilijk zijn om te vinden, hè? Ik schat dat er in Amsterdam alleen al een paar honderd rondlopen. De echte, die herken ik meteen. Ik heb al eerder met Dick Maas gewerkt. Ik heb Amsterdam een kleine rol mogen spelen als vrachtwagenchauffeur, als bijrijder, geloof ik. Toen zat ik nog op de toneelschool. Het was een van mijn eerste films die ik heb gedaan. En toen al vond ik het een hele bijzondere manier van filmen. Ik had toen nog niet zoveel ervaring. Ik heb nu wat meer ervaring in film. En ik vind dat nog steeds, dat Dick een hele bijzondere beeldvoering heeft. Hij vertelt het verhaal echt via beelden. Je zou bijna kunnen zeggen dat het doet denken aan een stripverhaal. Ik zag Bert geregeld in toneelstukken en dat soort dingen. Langskomen in het nieuws. Maar goed, dat bleef hangen. En maar toen ik iemand nodig had hier die een beetje die wereldvreemde rol op zich nam van die van die politieman. Dacht ik eigenlijk meteen aan hem. Ik vond hem meteen de perfecte figuur. Dus het was niet veel denkwerk voor nodig. Actie!